geef deze persconferentie om te reageren als wethouder op de ontstaande situatie na de berichtgeving van vorige week, waarin drie fracties kenbaar gemaakt hebben dat ze het vertrouwen opgezegd hebben in de samenwerking met coalitiepartner Balans. Uit dat verstrekte persbericht, heb ik vorige week ook aangegeven, kon ik niet opmaken of ze nog vertrouwen in mij hadden als wethouder. Ik heb toen ook aangegeven dat ik een professionele bestuurder ben die door onze gemeenteraad benoemd is om het beleidsprogramma Samen Verder, de Burger Centraal, uit te voeren. Dat heb ik tot op heden bij eer en geweten dienstbaar, gedreven, enthousiast en gelukkig ook met heel veel voldoening gedaan. En daarom had ik vorige week ook aangegeven dat ik dat vooralsnog zou blijven doen tot de raad mijn benoeming in zou trekken. Ik vind het jammer voor de bestuurbaarheid van Boksel dat het zover heeft moeten komen en er niet gepoogd is om als volwassen goede bestuurders en in belang van de bestuurlijke continuïteit als vier fracties een goed gesprek te hebben over de ontstaande situatie. In de afgelopen dagen, dus sinds afgelopen donderdag, heb ik signalen opgevangen dat de gemeenteraad, inclusief de fracties van combinatie 95, Inbox en PvdA GroenLinks, mij als wethouder niet los kunnen zien van de fractiebalans. Dit signaal had ik afgelopen donderdag nog niet en bleek ook niet uit de bewuste brief. Ik kijk met heel veel voldoening terug op de afgelopen periode als wethouder, waarin ik collegiaal een aantal hoofdpijndossiers vlot heb mogen trekken. Ik denk dan met name aan het raadsbesluit over Sterk Centrum, waarin de basis is gelegd voor het woongenot voor onze bewoners, een oplossing is gevonden voor de autoluwe markt met een alternatief voor parkeren en de basis is gelegd voor een gastvrij, economisch sterk en bruisend centrum. Ook de dossiers over het programma Hoogfrequent Spoor en de verbindingsweg Laren-Kapelweg staan klaar voor finale besluitvorming. En ik spreek de hoop uit dat de voltallige gemeenteraad het belang van beide dossiers onderkent en het laatste kleine zetje wat nog nodig is ook zal gaan geven. Dan is al mijn noeste arbeid en mijn lobbywerk toch niet voor niks geweest en zet Boksel grote stappen vooruit in het belang van haar burgers. Ook de verbreding van de A2 met groene inpassing, inclusief het als vooraf onmogelijk verwachte bord met de verwijdering naar Ladonk, is gelukt door vasthoudendheid mijnerzijds en goede contacten met externe partners. Ik spreek hier dan ook de hoop uit dat mijn goede contacten met het ministerie, de provincie, de regio, NS, ProRail, Rijkswaterstaat gecontinueerd wordt. Want zonder dit netwerk zal Boksel al haar uitdagingen niet oplossen. De huidige ontstaande situatie voelt alsof er mij persoonlijk onrecht aan wordt gedaan, terwijl ik daar part nog deel aan heb. Dat ik naar eer en geweten, loyaal en steeds in het belang van onze burgers en steeds samen met mijn collega's van burgemeesters en wethouders het beleidsprogramma van de Raad uitgevoerd heb. Maar het is niet anders. Er is volgens mij op dit moment onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad voor mijn aanblijven en kan ik derhalve niet 100% functioneren. En van minder dan 100% doe ik het niet. Dan kan ik helaas ook niet anders dan concluderen, en dat doe ik met pijn in mijn hart, dat ik aftreed als wethouder van Boksel. Ik ben bereid om, indien er behoefte aan is, om mijn sterke dossierkennis over te dragen in het belang van Boksel. En wens mijn drie collega-wethouders en de burgemeester veel succes met het overnemen van mijn brede portefeuille. En hoop dat de voortvarendheid van mijn bestuurlijk aanpakken door hen opgepikt wordt. En dat het niet zo is dat dossiers stilvallen. Boksel was op zoek naar daadkracht in 2010. En dat mag niet verdwijnen
als ik vertrek uit het college. Ik ben teleurgesteld dat het niet anders is. Dan met name dat de ontstaande situatie niet opgelost kon worden door een goed gesprek face-to-face. Ik hou een gevoel van onrechtvaardigheid hieraan over, aangezien ik persoonlijk hieraan part nog deel heb. Maar besef ook dat dit het politieke lot is van een professionele bestuurder kan overkomen. En dat de wethouder niet losgezien wordt van de fractie. De burgers van Boksel hebben het in 2010 mogelijk gemaakt dat ik me de afgelopen periode dienstbaar voor hen heb mogen inzetten. En daar wil ik ze voor bedanken. Ook wil ik de ambtelijke ondersteuning bedanken voor hun grote inzet om Boksel beter op de kaart te zetten. En bedank ik de raad voor het vertrouwen dat ik gehad heb. En mijn collega's van het college voor de collegiale samenwerking tot op heden, waardoor we steeds unaniem besluiten genomen hebben. Ik wens het college en de gemeenteraad veel succes met het oppakken van mijn dossiers. En spreek de hoop uit dat het gezonde verstand weer de boventoon krijgt in Boksel. En dus boven de emotie van de dag. Ik doe dat in ieder geval. Zo dadelijk is het raadsvergadering en deze persverklaring is dan tevens mijn ontslagaanvraag. Ik wil even met u de procedure doornemen, omdat het toch een andere is dan normaal. Wat ik graag zou willen om te zorgen dat voor de mensen op de publieke tribune en de mensen thuis die de discussie eventueel op een andere manier volgen, is dat we beginnen, zo chronologisch mogelijk, met de verklaring van de drie partijen. Het zij afzonderlijk, het zij in één verklaring. Daarna wil ik de partij Balans de mogelijkheid geven om te reageren. En daarna mogen de andere partijen reageren. Ik heb zojuist begrepen dat wethouder Van Zanden zijn ontslag heeft ingediend. En in onze verklaring zullen wij ook duidelijk maken dat dat ook een hele logische gevolgtrekking is van de ontstaande situatie. Een coalitie aangaan betekent vertrouwen hebben in elkaar. Wat in deze samenstelling de coalitie voor de periode 2010-2014 tot stand kwam, was vooraf verrassend, maar gezien de verkiezingsuitslag zakelijk gezien verstandig. Het beleidsprogramma Samen Verder, de burger centraal, getuigde hiervan. Er was een degelijk programma op basis van afzonderlijke partijprogramma's en de in voorgaande raadsperiodes geuite inzichten en standpunten. Het is geen geheim als we aangeven dat deze periode niet altijd gemakkelijk is geweest. Moeilijke onderwerpen moesten beslecht worden en de coalitiepartijen namen in de aanloop naar besluitvorming van die onderwerpen daarin ook eigen standpunten in. Zodra de besluitvorming was afgerond, werd op grond van collegialiteit en consensus om gezamenlijk het beleidsprogramma uit te voeren, echter vooruitgekeken en niet meer achterom. Nog recentelijk in mei heeft dat ertoe geleid dat een motie van afkeuring tegen wethouder Van Zanden door de coalitiepartijen werd verworpen. Wat zich daarna heeft afgespeeld bij Balans laat zich slechts door ons gissen. Ontevredenheid over de uitvoering van de hoofdpunten van het eigen programma, of over de daadkracht en de resultaten van de eigen wethouder op typische balanspunten, de vrees voor de aankomende verkiezingen, daar weet ik het niet. Al in mei werd wethouder Van Langenberg bij het afgeronde brakendossier door Balans onterecht beticht van creatief boekhouden. Oké, een slippertje, een uiting van onervarenheid. Daarna kwam een brief over welstand. Dat kan daar in ieder geval niet over gezegd worden. Die brief die getuigt van een bepaalde strategie. Een slippertje kan ook niet gezegd worden van de uitlating van een ervaren raadslid als Jan Vervoren in het Brabants Dagblad van vrijdag 26 juli, waarin Vervoren de aanval opende op wethouder Van de Wiel. Onze verwachting dat betreffende fractielid gecorrigeerd zou worden door zijn eigen fractie, werd getorpedeerd door een brief van Balans, waarin het onderwerp schaliegas, wat ons betreft, wordt misbruikt om bewust te proberen dezelfde wethouder openlijk te beschadigen. Ook daarin zijn wij teleurgesteld, omdat wij waarden en normen wel toedichten aan andere balansleden. Het doet ons deugd dat anderen binnen en buiten de coalitie al snel oordeelden dat dit ontoelaatbaar gedrag is. Ook wij zouden zo gereageerd hebben bij een aanval op een andere wethouder. Balans constateert vervolgens dat zij niemand als persoon heeft willen beschadigen. Hoe is dat te rijmen met zinnen als, en ik geef drie citaten, misstappen van onze wethouder vanuit het verleden,
gebaseerd op de inmiddels achtergehaalde duurzaamheidsgedachte van de wethouder en als uitsmijter om zijn eerdere fout te herstellen. Hoe valt dat verder ook te rijmen met de Facebook-acties en een diarree aan Twitter-berichtjes van Balans over dit onderwerp? Een leermoment spreekt Balans over. Hoe krijg men het verzonnen? Een hypocriete opstelling hoorde ik afgelopen week vaker in mijn omgeving. Vervolgens beklaagt Balans zich dat zij niet in de gelegenheid is geweest om met de drie partijen in gesprek te gaan. Wij vinden het treurig dat Balans kennelijk het zelf niet nodig vond om de drie coalitiepartijen te benaderen om uitleg te geven en excuses aan te bieden. Nee, de partijen moesten omgevraagd worden. Met het verschijnen van het rapport van de Rekenkamercommissie over schaliegas, 2 dagen na de gevraagde brief van Balans, zou je toch zeggen dat er alle reden voor Balans zou zijn om snel afstand te nemen van de eigen brief. Uit het rapport blijkt dat het voltallige college in de beginperiode intensief gesproken heeft over schaliegas en via zogeheten policybijeenkomsten tot gezamenlijke besluitvorming is gekomen. Wie wethouder van Zanden kent, zal beseffen dat hij zijn stem hierin voluit zal hebben laten horen. Door dit geregisseerd optreden van Balans was er voor de andere drie partijen geen andere mogelijkheid meer om Balans hierop aan te spreken. Hoe was de bestuurbaarheid met deze voorbeelden van Boksel op deze wijze nog te garanderen? Het is voor ons ongeloofwaardig dat wethouder Bezande vooraf niet op de hoogte was van de brief van Balans. In onze coalitiegesprekken was hij er vaak trots op dat dualisme veel minder van toepassing was bij zijn partij dan bij de andere drie coalitiepartijen. De lijnen waren kort. Zou hij al niet van de letterlijke tekst van de brief op de hoogte zijn geweest, wat wij wagen te betwijfelen, dan had hij op zijn minst meteen op de commotie kunnen reageren. Ook Van der Zanden leest de krant en heeft de reactie van combinatie 95 op 31 juli kunnen lezen. Ook is hij al passief gebleven, totdat hij op maandag 5 augustus door 2 van zijn collega's, Tossie de Man, Polman en Willy van Langenberg, werd aangesproken op het handelen van zijn fractiebalans. Uit raadpleging met andere fracties is ons duidelijk geworden dat niet alleen de drie coalitiepartijen, maar ook de anderen niet meer het vertrouwen in Van der Zanden hebben. Wij denken dat het verstand is dat hij zelf teruggetreden is. De bijeenkomst van donderdag 8 augustus om vooruit te kijken met vertegenwoordigers van de overige fracties geeft ons het vertrouwen dat deze raadsperiode door de drie partijen, PvdA, GroenLinks, Inbox en combinatie 95 op volwaardige en professionele wijze uitgevoerd kan worden. Met steun van fracties op de diverse dossiers. Wij verwachten van het college een open houding daarin. Geen dichtgetimmerde voorstellen, maar goed beargumenteerde voorstellen met afweging van alternatieven. Tot zover de verklaring van combinatie 95. Een verbijsterend gebrek aan politiek inschattingsvermogen. Met de brief van Balans, met daarin aperte onwaarheden, een opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken over verantwoordelijkheid wethouder versus college, een onbeschaamde, eigenlijk hondsbrutale toon, zo ongeveer naar heel bestuurlijk Nederland gestuurd, heeft Balans het imago van de politieke Boksel ernstig beschadigd en de coalitie en dus de bestuurbaarheid van Boksel op het spel gezet. Dan zou je er als partij vervolgens alles aan moeten willen doen met al je geledingen, om te laten zien dat je als coalitiepartner de ernst van de situatie ziet, het vertrouwen probeert te herstellen en vooral het beeld van een verbijsterend gebrek aan politiek inschattingsvermogen probeert te repareren. Onmiddellijk of volkracht met al je geledenen, fractie, partij en wethouder. Fout, excuus, zonder omhaal van woorden. Het bleef koehandel. Balans was onberekenbaar en op dat moment definitief onbetrouwbaar. Toen die conclusie durfde te trekken, was het opzeggen van het vertrouwen een feit en ook de breuk. Maar wel meteen. Meteen daarna zijn we voortvarend aan de slag gegaan en hebben donderdagavond alle fractievoorzitters uitgenodigd voor een gesprek over de ontstaande situatie. Met het oog op de bestuurbaarheid. En we kunnen u melden dat het goed komt met het bestuur en het beleid in Boksel. Alle fractievoorzitters lieten blijken zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid in de komende tijd en hebben te kennen gegeven bereid te zijn die verantwoordelijkheid te nemen voor Boksel in de komende maanden. Een paar hebben zich expliciet uitgesproken voor gedoogsteun. Ook bleek overeenstemming al zichtbaar op belangrijke beleidsonderwerpen voor de komende tijd.
En na vandaag hebben we al aangekondigd meteen verder te gaan met het maken van concrete afspraken. Boxtel mag niet stilstaan in de komende tijd en daar zullen wij met alle partijen in de Raad alles aan doen. Dank u wel. Voorzitter, vorige week woensdag hebben wij helaas de mededeling uit moeten laten gaan dat de fracties van de combinatie 95, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Inbox geen vertrouwen meer hadden in de verdere samenwerking met coalitiepartner Balans. De brief die de fractie van Balans heeft gestuurd naar zowat heel bestuurlijk Nederland betreffende de situatie rond de proefboring van schaliegas en de aantijging hierin richting wethouder Van de Wiel tartte elk uur politiek en menselijk fatsoen. Dan spreek ik nog niet eens van de Twitterberichten en de berichten op de website. We zijn van mening dat middels deze brief bewust is getracht wethouder Van de Wiel persoonlijk te beschadigen. Dit past volgens ons absoluut niet binnen goede bestuurlijke verhoudingen en hiermee wordt geen recht gedaan aan het collegiale bestuur waar onze coalitie voor staat. Aan onze dringende vraag aan de fractie van Balans om afstand te nemen van de brief en excuses te maken aan wethouder Van de Wiel is voor ons onvoldoende tegemoet gekomen. Uiteindelijk konden wij geen andere conclusie trekken dan het vertrouwen opzeggen. De keuze van wethouder Van der Zanden is een juiste en een verstandige keuze in ons opzicht. Hij is de dupe geworden van de opstelling van zijn eigen partij. Laat mij benadrukken dat dit een nederlaag is voor Boxtel en de Boxtelaren, maar ook zeker voor de politiek in zijn geheel. Jammer dat het zover moest komen, maar zoals eerder gezegd, gezien de bestuurlijke verhoudingen na de brief van de fractie van Balans was deze stap onvermijdbaar. En hoe nu verder? Doorgaan met drie wethouders en een burgemeester is in onze ogen de juiste stap, gezien de korte periode na de verkiezingen. Na onze gesprekken van vorige week met de oppositiepartijen hebben wij er alle vertrouwen in dat deze periode goed afgesloten gaat worden. Dank u wel. De persverklaring van onze wethouder, de heer Wim van der Zanden, hebben wij goed tot ons genomen. Zijn eigen conclusie uit de ontstaande situatie betekent voor ons dat wij nog meer waardering krijgen voor onze jonge, ambitieuze wethouder, die als gevolg van de ontstaande situatie, waaraan hij pak nog deel heeft, zijn inhoudelijk sterke dossierkennis en strategisch inzicht niet meer in kan brengen in het college van BNB. Volgens ons een stevige aderlating voor Boxtel. Maar wij spreken de hoop uit dat de overige leden van het college de dossierkennis, de gedreven en bevlogenheid van de wethouder oppikken en de dossiers die klaarstaan voor finale besluitvorming tot een goed einde brengen. Voorstellen die de Raad bereiken en passen in het beleidsprogramma 2010-2014 en het beleid tot nu toe zullen wij blijven ondersteunen. In feite is het Boxtelse politiek te kak gezet. En dat kunnen we, denk ik, niet zomaar over onze kant laten gaan. Ik heb er alle begrip voor en ik ben oppositiepartij dat er scherp wordt geregeerd. Dat er scherpe beoordelingen kunnen vallen. Maar er zijn grenzen. En in dit kader wil ik dan ook positief direct maar naar de toekomst kijken. Ik ben er niet bij geweest. Dus ik ga ook niet inhoudelijk in op alle zaken die tussen partijen hebben gespeeld. Maar ik wil wel dat Boxtel bestuurbaar blijft. En daaraan wil ik mijn medewerking verlenen. En met deze spreek ik dan ook volledig uit dat ik de coalitie die doorgaat, mijn gedoogsteun van Boxtelplan, graag zal verlenen. En ik hoop dat Balans de woorden die ze zojuist gesproken heeft ook waar maakt dat ze in positieve zin de komende 7 maanden met ons Boxtel blijven besturen. Misschien kunnen ze die kans dan gebruiken als ze het goed doen om met een oprecht gevoel naar de verkiezingen te gaan. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Het CDA heeft geen mening over de samenwerking binnen de coalitie. Wij zijn er dit jaar nooit bij geweest. We hebben van het begin aan twijfel gehad of dat deze 4 partijen het op een goed einde zouden brengen. Maar nogmaals, wij hebben er nooit bij geweest. Het was al typisch dat tijdens commissievergaderingen dikwijls 2 of 3 van de coalitiepartijen het eens waren met de oppositie. En als er dan in de Raad gestemd moest worden, dan was alles weer 1. Dus kennelijk waren er van die vergaderingen achter de deur waarin gezorgd werd dat alles over 1 kam kwam.
voorzitter, nu. Het is een half jaar voor de verkiezingen. En een half jaar voor de verkiezingen is eigenlijk nog royaal uitgedrukt, want ieder die hier weer ooit meer verkiezingen meegemaakt, die weet dat er eigenlijk vanaf 1 december nauwelijks nog iets actiefs gebeurt. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat we praten over een maand of drie. Er staan heel veel zaken voor Boksel op stapel. En als ik de coalitie begreep, dan zouden er heel veel zaken nog in het najaar aan de orde komen. Nu niks doen is een jaar stilstand. Want als je nu niks doet, dan doe je het eerste half jaar niks, maar het eerste half jaar na de coalitiebespreking doe je ook niks. Het belang van Boksel vraagt, en het belang van haar inwoners vraagt, om actie. Voorzitter, het CDA denkt, en we hebben er al twee keer openbaar over gesproken, bij het begin van de coalitie en toen Anton van Aert, burgemeester van Westerwijk, dat met drie wethouders de zaak afgewerkt kan worden. Wij denken, als er drie wethouders zijn, dat er dan meer in grote lijnen gekeken wordt en minder naar het detail. Als je nu nog een vier wethouder zou neerzetten, dan heeft die, laten we zeggen, week of 7 inwerktijd nodig. Dan zijn we eind september, dan mag die 2 maanden werken. En dan is het december en dan gaan we naar de nieuwe verkiezingen. Voor de financiële situatie van Boksel is het niet goed, want er zal altijd loon, dat zal straks ook nog wat geld tegenover zijn. Het CDA, voorzitter, is positief kritisch. Wij hebben dat 3,5 jaar na het huidige college gedaan, ons zo ingesteld en wij willen een constante lijn in deze hebben. CDA is een bestuurspartij en wij zien dat het allerbelang is om te zorgen dat de huidige 3 wethouders met een minderheid in de raad tot volgend jaar 19 maart Boksel op een goede manier voor Boksel en voor haar inwoners kan besturen. Wij zullen het college dus constructief tegemoet gaan. Wij zullen daar waar mogelijk is het college steunen. En wij verwachten in de lastige dossiers dat er vooraf overleg gepleegd wordt. Wij hebben wat betreft de toekomst van Boksel dezelfde mening als de heer Van Leveren. Voorzitter, ik wil nog een paar woorden richten aan de heer Van Zanden. De heer Van Zanden hebben wij gezien als een harde werker. Er is geen overeenstemming tussen zijn belofte en zijn uitvoering. En ik kan daar verschillende voorbeelden van noemen, maar een van de voorbeelden waar afgelopen groepen is bijvoorbeeld afschaffen betaald parkeren. Je kunt ook praten over het café-station, waar eigenlijk met mensen gesproken zou moeten worden en waar blijkt dat er niet met mensen gesproken is. Daar blijven veel lastige dossiers van de heer Van Zanden liggen. En ik hoop dat het huidige college een aantal van die dossiers op kan pakken om te zorgen dat die voor volgend jaar maar opgelost zijn. Ik wil er een paar noemen. Moorwijk blijft ons als een noordenzeeg aan de hals hangen. De ruimte-voor-ruimte-regelingen die om een oplossing vragen. Het parkeren in West, wat al 3,5 jaar sleept. De markt. Het fietsplan waar in mijn ogen heel weinig aan gedaan is. PS en Talk, waarin de heer Van Zanden telkens spreekt van we gaan het integraal oplossen. We gaan constructief erop in. Maar waarop ingegaan wordt, is mij niet duidelijk. Dat wil zeggen dat wij, maar dat hoeft niet meer, de motie hadden gesteund. En wij zullen richting de toekomst Boksel heel positief benaderen. Dank u wel. Het is ruim 3 jaar geleden dat deze coalitie en college aantrad onder het motto de burger centraal. Maar vandaag valt het doek. Als D66 zijn wij daar niet treurig om, omdat deze coalitie naar ons idee een slecht huwelijk was en niet succesvol is geweest. Er is de afgelopen periode veel ontevredenheid onder burgers, adviesgroepen, belangengroepen en politieke partijen over de communicatie en bestuurscultuur van het college geweest. Vele haakten af of gingen verder als protestgroepen. De afstand tussen de burger en bestuur is dan ook de afgelopen periode gegroeid en de politieke arena verhard. Of nu gaat het om de onderwijscarousel, de kleine aarde, Talk, de Vijver, de Boomgaard, de Centrumplan, café-station, Schaliegas of bestemmingsplannen, er werden in de communicatie en het proces richting burgers en direct belanghebbenden vele fouten gemaakt. Het college van coalitie heeft de afgelopen 3 jaar dan ook naar de andere partijen gesprekspartners gekeken alsof het louter tegenstanders of nimbies waren. Maar geacht college, niets is minder waar. Burgers hebben de afgelopen periode zeer betrokken en begaan willen zijn met hun directe woon- en leefomgeving. Dat geldt ook voor D66. We hebben de afgelopen 3 jaar inhoud en argumenten een ander geluid laten horen, constructief oppositie gevoerd en alternatieven aangedragen, maar vonden daar weinig gehoor voor.
Buiten de vergadering was er meer ruimte voor dialoog dan in de raad. In de raad heersen de meest strenge marsorders, hoezo duaal. We hadden lang de verwachting dat er meer toenadering zou zijn op dossierniveau tussen een tweetal coalitiepartijen en ons gedachtegoed. Zoals bij de dossiers meer groen in de wijken, vrachtwagen voor Kalksheuvel, een bruisend centrum, sommige voortdurend centrale om naar auto's, de verbouwing van het gemeentehuis, het café-station, schaliegas en de begroting. Er waren dan ook momenten dat we dachten dat de coalitie ging scheuren om inhoudelijke verschillen. Maar nee, iedereen bleef zitten en de eindstreep was in zicht. Totdat combinatie 95 inbox en PvdA GroenLinks meende dat balans willens en wetens iemand binnen het college publiekelijk onnodig beschadigde en beschuldigde. Over een dossier waar we al over eens waren. Door de welbekende brief is de relatie tussen balans en de overcoalitiepartij blijkbaar onherstelbaar beschadigd. Ook wij vonden het geen stijlvolle operatie van balans, onnodig en overbodig. Dat het zoveel schade zou aanrichten, hadden we nog niet bedacht. Er waren inhoudelijk wel ergere zaken gebeurd richting burgers. Maar toch, er kwam ervan en de coalitie klapt. Wat rest is nu een erfenis die toch nog bestaat uit haar portefeuilles, toen ook al door mijn collega's zijn genoemd, zoals de begroting, een basisschoolmiga, de glasvezel, een bruisend centrumplan, een gemeentehuis die wordt verbouwd terwijl we gaan fuseren, een café-station die wens wordt versierd, een kleine aarde die verpakt wordt en waar maar geen plan of acties uit voortkomen, en hoofdpijndossiers als Moorwijk en Schaliegas. Kortom, er waren 1001 redenen om eerder te zien dat deze coalitie niet werkt. Met het vertrek van balans uit de coalitie en de wethouder van de Zand zijn alle problemen echter niet opgelost. Zoals eerder opgezond is er nog zoveel te doen en vertrouwen te herwinnen dat we ons ook ernstig zorgen maken over deze minderheidscoalitie. Ook gezien het verleden en men zich steeds houdt aan het bestaande programma. Ook hiervoor kunnen we in de nabije toekomst binnenkort met elkaar aan tafel zitten. Zo niet, dan zou inderdaad ook hierin balans dan de beste gedoogpartner zijn. Dat de overige wethouders de dossiers onderling willen verdelen, klinkt moedig. Maar het is de vraag of ze het kunnen, omdat ze al genoeg op hun bordje hebben en ook daarin genoeg moeite zal hebben om dat tot een goed einde te brengen. Maar met de verkiezing in het vooruitzicht en de niet te overziene gevolgen van een volledige collegewisseling, geven wij hen het voordeel van de twijfel. Wij zullen ons altijd constructief blijven opstellen ten aanzien van de dossiers die ons nog gaan passeren. Dit betekent niet dat we blind deze coalitie gedogen, maar op inhoud onze afweging zullen maken. Kortom, ons was beter afgewezen als deze coalitie eerder had gezien dat dit niet werkt. Dank u wel. Vanaf het allereerste begin van deze coalitie hebben wij gesteld dat deze coalitie weliswaar getalsmatig de grootst denkbare coalitie was, maar inhoudelijk ook de meest wankele en de minst wenselijke. De partijen PvdA, GroenLinks, combinatie 95 en balans, met name die partijen, hebben elkaar immers in de vorige bestuursperiode over de belangrijkste onderwerpen de tent uitgevochten, waarbij met name balans er ook niet voor schroomde om van 2006 tot 2010 puur op de man te spelen. Denk maar eens aan alle persoonlijke aanvallen op combinatie 95 wethouder Ger van Uytelaar. Wij hebben toen al aangegeven dat zo'n coalitie en zo'n college de slechts denkbare keuze voor Boksel zou zijn. We hebben daarnaast voorspeld dat we deze partijen vaak rollenbollend over straat terug zouden zien en dat het ons niet zou verbazen als deze politieke coalitie de eindstreep niet zou halen en dan ook nog eens zonder ook maar iets te presteren voor Boksel. Voorzitter, helaas hebben wij op alle punten gelijk gekregen. Maar wij zeggen wel, beter laat dan nooit, want dit kon zo niet langer. Voorzitter, ik wil mijn verhaal in 3 blokken indelen. Onze analyse op de ontstaande politieke situatie, hoe niet verder, en ik wil ook nog een paar woorden wijzen aan de consequenties van het gedoe voor wethouder Van Zanden, die zijn eigen conclusie al heeft getrokken, maar ik wil daar toch nog politieke duiding aan geven. Voorzitter, de ontstaande politieke situatie. Vorige week is met het opzeggen van het vertrouwen in balans door de overige coalitiepartijen natuurlijk het onvermijdelijke gebeurd. Deze coalitie bestond alleen bij gratie van een getalsmatige basis. De heer Schalk had het daar ook al over. Maar de partijen hadden niets met elkaar en gunden elkaar niets. Resultaat daarvan was een slecht algemeen geformuleerd beleidsprogramma
waardoor elk onderwerp tot op de punt en de komma door de partijen onderling dichtgetimmerd dienen te worden, alvorens daar de burger of de andere politieke partijen bij te betrekken. Het resultaat, voorzitter, inhoudelijk wanbeleid op belangrijke onderwerpen, wantoestanden in de inspraak en het voortdurend passeren en met de rug tegen de muur zetten van de gemeenteraad. Voorzitter, helaas was de regenteske hand van balans hier nadrukkelijk in te zien. Maar de andere coalitiepartijen vallen hier ook heel veel te verwijten. Denk maar eens aan de gang van zaken met betrekking tot de plannen van het college om op de vijver of boomgaard een parkeerplaats aan te leggen en de wijze waarop omwonenden daarover overvallen werden. De wijze waarop met adviesorganen en burgerinspraak om is gegaan. De gang van zaken rondom de verkoop van de braken. Het inspraaktraject plannen Leenhoflaan. Het schaliegasdebakel. De falende inspraak rondom het KV-station. De potsierlijke manier waarop vanaf dag 1 minimabeleid en de WMO zijn ingevuld. Namelijk budgetneutraal, dus met als consequentie fix bezuinigen. Het ontbreken van burgerinspraak bij de besluitvorming over de fusie met regiogemeenten. En voorzitter, zo kan ik echt nog wel even doorgaan. En dan heb ik het nog niet eens over de erbarmelijke persoonlijke verhoudingen binnen de coalitie. Waarbij de recente persoonlijke aanvallen door balans op combinatie 95 wethouder Van der Wiel een volgend triest dieptepunt vormen. Na de reeks persoonlijke aanvallen op Van der Oetelaar in de eerste bestuursperiode, de vorige bestuursperiode, heeft combinatie 95 met Van der Wiel dus een tweede wethouder die balans getracht heeft openlijk politiek te schofferen. Allemaal het resultaat van de verkeerde keuzes die bij de coalitievorming na de verkiezingen in 2010 zijn gemaakt. De hand van balans was daar helaas flink in te zien, maar vooral combinatie 95 en PvdA en GroenLinks hebben dit in onze ogen helemaal verkeerd ingeschat en deze gang van zaken veel en veel te ver laten komen. Wij gaan er in ieder geval van uit dat de wantoestanden met betrekking tot het doorproberen te drukken van beleid, het passeren van de gemeenteraad en het negeren van de burgerinspraak met deze coalitiebreuk voorbij zullen zijn. Voorzitter, dan kom ik op u nu verder. Wat ons betreft zitten de drie overgebleven partijen, combinatie 95, PvdA, GroenLinks en Inbox, de rit nu verder uit in een minderheidscoalitie. Er is een bestaand beleidsprogramma waar wij, zoals bekend, op belangrijke onderdelen het niet mee eens zijn. En we zitten nog een paar maanden voor de verkiezingen. Bokstel kan gewoon bestuurd blijven en op de afzonderlijke onderwerpen die opgepakt moeten worden, kan het college in de gemeenteraad gedoogmeerderheden zoeken. Dat is in het duale bestel wel zo transparant. Een aantal onderwerpen, voorzitter, zoals grote bezuinigingsoperaties, zou je ook nadrukkelijk mee kunnen nemen naar de verkiezingen. En bij andere onderwerpen vinden wij dat de burger nu eerst eens aan het woord zou moeten komen, met name richting de bestuurlijke fusie. Wij opteren dus voor een minderheidscoalitie dat nu verder bestuurt. Dan nog een aantal woorden over de positie van wethouder Van der Zanden, voorzitter. En hij heeft er zelf voor gekozen om hier niet bij aanwezig te zijn. Maar meneer, ook, u begint al een beetje in uw flexibele tijd te komen. Dus ik zou u willen vragen om dat toch binnen een minuut af te doen. Dan zal ik dat flexibel proberen in te korten, voorzitter. Voorzitter, wethouder Van der Zanden en balans hebben bij aanvang hoog ingezet en schromelijk gefaald. In de gemeenteraadsvergadering van juni heeft de oppositie al een motie van afkeuring ingediend over het handelen van Van der Zanden, het KV-dossier. En eerder kreeg wethouder Van der Zanden al bijna een motie van treurnis aan zijn broek toen hij met de verkeerde verkeersplannen naar Den Haag toog. Exemplarisch voor het functioneren van der Zanden en de partijen die hij in het college vertegenwoordigde, namelijk balans. Burgers, bewoners en belangengroepen worden voortdurend niet of onvoldoende betrokken bij zijn plannen. Vaak moesten mensen de plannen eerst vanuit de krant vernemen. Bovendien is de communicatie met de burger ver onder de maat geweest. Reeds enkele maanden na zijn aantreden, ik had het er al over, ging de wethouder in de fout. Hij toog met de verkeerde plannen naar een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Vervoer. En hij volgde hierbij zijn eigen agenda, namelijk het verkiezingsprogramma van zijn partij.
zou u toch willen vragen om echt richting een afronding te komen? Nou, dan, ik kan er nog een aantal voorbeelden meer noemen. Het komt erop neer, voorzitter. Onze partij had voor augustus al een motie van wantrouwen voor de wethouder geformuleerd. En dat voor zijn hele oeuvre, dus inhoudelijk, voor de inhoud van het functioneren in de afgelopen 3,5 jaar. Een soort oeuvre award, zo u wil, maar dan in negatieve zin. Dus wij wilden daarmee al tot uiting brengen dat wat ons betreft deze coalitie en dit college, en dan zeker ook de balanswethouder in dit college, de langste tijd gehad zou hebben. Voorzitter, wij vinden het het meest logisch dat de wethouder zelf ook zijn conclusies zou trekken. Dat heeft hij ook gedaan, dat kunnen wij ook respecteren, dat hij zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld. De politieke basis onder deze samenwerking is helemaal weg. En dan is wat ons betreft ook de politieke basis onder het wethouderschap weg. Tot zover. Ja, dan zitten we nu met een college wat uit balans is geraakt. Ja, ook de VVD-fractie is van mening dat door het optreden, waarin door de fractie van balans afstand wordt genomen van de beslissing omtrent de vergunningverlening aan Quadrilla, en men één wethouder daarvoor aansprakelijk stelt, het vertrouwen dermate heeft geschaad in de coalitie dat er geen andere mogelijkheid meer was om op de oude voet verder te gaan. Het spreekwoord, wie een kuil graaft voor een ander, is hier wel van toepassing. De fractie balans wil domineren en heeft geen respect of luisterend oor voor anderen. Als we kort terugblikken, dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat meerdere dossiers niet het beoogde brede draagvlak hebben gekregen. Door het vertrouwen op te zeggen in de fractie balans komt het college in een bestuurlijk moeilijk pakket. Doorgaan als minderheidscollege is nu de beste en voordeligste optie. De bestuurlijke continuïteit is op deze manier gewaarborgd. Na goed overleg met de drie overige coalitiepartijen, en ik wil nog wel even vermelden dat de VVD als enige oppositiepartij voor het beleidsprogramma heeft gestemd, nu dit minderheidscollege loyaal maar kritisch zal steunen. De VVD spreekt er hoop uit dat we in gezamenlijkheid de verdere ontwikkelingen en problemen die op ons afkomen kunnen aanpakken en oplossen. Deze oproep doe ik aan alle partijen. Dank u wel. Ik kijk heel eventjes rond of wij een tweede termijn gaan doen. Is er iemand die behoefte heeft aan een tweede termijn? Nee? Nou goed, dan denk ik dat we overgaan tot de sluiting van deze vergadering. Bedankt u allen voor uw komst en...